90 jonge salamanders. Die blijven dus in het water omdat die nog niet volgroeid waren. Dat heet neotenie. Dat betekent dat die hebben nog kieuwen in plaats van longen. Dus ze hebben uitwendige kieuwen, zitten bij de kop. Dan moeten ze dus in het water blijven totdat dus die kieuwen verdwenen zijn en inmiddels de longen gevormd zijn. Als ze longen hebben, kunnen ze het land op. Als ze dat niet hebben, dan moeten ze net als een vis in het water blijven. En dat heet neotonie. Dat gebeurt vaak bij amfibieën, bij salamanders. Dus dat ze het eerste jaar in het water moeten blijven omdat ze nog kieuwen hebben in plaats van longen. En vorig jaar had ik er ruim 90, er waren misschien wel meer geweest, maar dat weet ik niet. Maar ik heb er ruim 90 uitgehaald. Ik heb gewoon geteld, 90 stuks in een emmer en die heb ik weer teruggegooid. En het jaar daarop krijgen de meesten dus longen en dan verdwijnen ze na de paar tijd op het land. En jonge salamanders leven 2 tot 3 jaar op het land, voordat ze geslachtsrijp zijn. En dan, als je geluk hebt, komen ze in de vijver terug. Hoeft niet hoor. Ik ken het net zo goed bij de buren, als er water is, dat ze daar terechtkomen. Maar als ze één keer hierin geweest zijn, dat geldt ook voor padden, en ze overleven het jaar weer, dan komen dezelfde wel weer terug hierin. Maar de jongen die hier geboren worden, dat is een utopie hoor, die hoeven niet altijd in dezelfde plaats terug te komen. Wel als ze één keer geweest zijn, dan wel.